Dat is uitrekken toch fijn, hè? Ja. Geef je nou jezelf kusjes? Ja, ik kus graag met mezelf. Ik wil ook eens weten hoe dat is. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. En volgens mij vlogt het niet er net uit. Ja, nippelgate. Ik denk het wel. Knip. Knip. Ja, vandaag komt onze vriendelijke Olaf Carlos Antonio op bezoek. Maar zeg maar Olaf. Gezellig. Nee, gezellig. Nee, niet gezellig. Nee, niet gezellig. Wel. Je woont nou in Den Haag, een beetje inburgen. Ik heb gisteren van Maris gehoord dat het echt niet klinkt. Je hebt een beetje een identiteitscrisis nou. Ja, snap ik. Ja. Het enige wat ik nog zeker weet is dat ik hetero ben en van jou hou. Maar voor de verder rest vraagtekens. Dat is een lamp. Ping. Nee, dit is zo. Oh. Dat is mijn soort van vraagteken. Oh, ik dacht meer kapitein Haak. eigenlijk. Maar vandaag gaan we lekker bedden goed verschonen. Maar lekker in zo'n. Daar heb ik zo zin in. Wat? Dat was maar bad. Zo. Kom maar. Honger. En vanavond komen gezellig Jack en Lynn langs. Jackie nog steeds voor mij eigenlijk. Ja, we kennen elkaar way, way, way back. En heel misschien dat Jutje nog day, kwam, back hè? Back in the day, back in the day. Dat zijn echt twee comedians gewoon. Ja. Dus wordt sowieso weer gezellig. En we moeten nog even bepalen wat we dadelijk gaan doen. Ja. In ieder geval douchen, aankleden. Beetje plamuur op mijn gezicht. Ja. Nee, ik kan niet. Ik heb... Poepie, ik hou van jou. Poepie. Ik hou van jou. Nou, ik denk dat we hier maar eventjes gaan stoppen. Ga weg met je weerborstels. Niet te geloven dit. Het is wel goed. Dank je. Nou, let's go. Ik heb net al stiekem gewogen. En? Ik zit weer in de... Bij 50. Nee, 65. 65? Ja. Awesome. 65,9. Tik maar aan, ouwe! Yeah! Oké. Dus, het ziet er lekker uit, baby. Dank je. Ja. Ik stink wel, dus ik ga douchen. Doei! Goedemorgen. Ik zal me nou even voorstellen. Ik ben Carlos Antonio Olaf. Ik ben, als we elkaar denk, 20, 22 jaar bevriend met Sergio. En daar ga ik vandaag naartoe. En ik neem jullie mee van deze morgen tot aan Sergio. En dan zal Sergio het wel overpakken, denk ik. Ja. En ik ben net pakker. Dus ik ga eruit. Ik ga maken. Aankleden. Ik ga maar gaan douchen. En dan zeg ik op naar Den Haag. Zo. Onderweg naar Den Haag. Ja, leuk. Ik heb er echt veel zin in. Ik heb lekker wat muziek op de achtergrond. Ja, dit is Sergio. Ja. Een heel album van hem, van Sergio. Dat staat allemaal op mijn telefoon. Heerlijk om naar te luisteren. Ja, mooie stem. Ik luister er echt heel graag naar. Sergio, jongen. Ik kom eraan. Hallo, jongens. Goedemorgen. 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 Zo wil je toch elke ochtend begroet worden? Nee. Nou, dat drie de knuffel beetje. Ja. Ja.
wat is het lekker weer vandaag. Jezus. Had ik niet verwacht vandaag, van zondag. Dat is een beetje een druilige dag zo worden. Maar het zonnetje schijnt. Worden mensen alleen maar vrolijk van. Ik ook. Dus, ja. Hé, hey, maar het is best leuk zo door vloggen. Ik heb eigenlijk het idee dat ik nu zo tegen mijn eigen praat, maar... oh ja, dit is ook Sergio. Ja, die is... dat is een mooi album van hem. Moet je allemaal kopen. Ja, allemaal kopen. Ligt gewoon bij de Pirekkertje. Pirekkertje op. Een beetje druk hier. Koffie? Ja, lekker. Is dat toch hartstikke schattig? Ja, dat is zeker. Jongen. Proost, jongen. Niet van. Lekker bakkie. Lekker, dank je, jongen. Zo. Ik zal jullie vandaag even meenemen in mijn ochtend met make-up. Before. And after. Om een beetje goed licht te hebben, heb ik onze shiny lamp maar even neergezet. Maar of het veel gaat helpen, weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik nooit zo heel veel bijzonders doe. Het is wel een beetje schuif volgens mij, maar niet uit. Ja, 's ochtends, meestal als ik naar mijn werk ga, heb ik nooit zoveel zin om bepaalde dingen te doen. Maar wat ik toch eigenlijk altijd wil doen, is gewoon een beetje foundation. Want ik vind dat het concealer gewoon al wat gezonder uit. Vandaag ga ik voor het eerst Delia Cosmetics gebruiken. Long lasting matte foundation. Dus ik heb geen idee hoe dat eruit gaat komen. Ik ben dadelijk wel helemaal geel. Belangrijk dat je het in ieder geval goed uitsmeert en dat je ook je nek meeneemt. Want anders krijg je echt zo'n streep en een pannenkoek. Dus vergeet achter je oren niet. Er zit al iets gezondheid. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik voorheen dus gewoon ook bij de Vibra mijn foundation kocht. Deze twee. Volgens mij zijn ze uit de collectie. Ze waren fucking goedkoop en ik vond ze echt wel gewoon goed. Maar toen hadden ze alleen nog maar deze. Dus ik denk, nou, give it a try. Ruime strepen achterlaten, zeker. Dus wel echt goed gaan. Ik neem ook altijd mijn lippen mee. Ik vind het net al mooier als je er dan met lipstift op doet. Zo, that's it. Zoals je ziet heb ik voor mezelf hele lichte wenkbrauwen. Dus mag wel wat donker, hè? We hebben drie verschillende mogelijkheden: thick, thin of natural. Ik neem eigenlijk altijd gewoon natural. Kastje. Natuurlijk wel goed kijken welke kleur bij je past. Echt tekenen vind ik vaak niet zo mooi, dus ik gebruik eigenlijk poeder. Wat je doet, je legt het op je wenkbrauw, een beetje zo alle haartjes er mooi invallen en dan heb je eigenlijk de natuurlijke verloop wat je wil hebben. Dan beginnen we gewoon met inkleuren om zo te zeggen. Ik doe het met mijn vinger een beetje over. Gaan we door naar de ander.
Die loopt altijd een beetje vreemd, dus ik draag gewoon met mijn natuurlijke verloop mee. Dus daar moet je die altijd een beetje schuiven. Niet al te dik, maar je hebt gewoon zo iets meer gezicht, zeg maar. Ik heb vandaag weer zin in een beetje een Christmas look. Dus ga ik voor de Miss Sporty. Met deze kleuren. Dat ik blauwe ogen heb, dan komen die net iets meer eruit. Tada. We beginnen eerst met de algemene laag. En dan gebruiken we deze. Beetje zilverblauw. Laten we het andere ook maar gelijk doen. Hè? Jullie het kunnen niet. Dan gaan we voor de wat donkere look, maar niet de allerdonkste. Ik neem de blauwe. Ik had een klein beetje mee en dan kan ik. Dan pak ik nog een klein beetje die zilveren er weer bij, want we willen het wel natuurlijk een beetje verlengen. Dan is het too much. Dus die doen we er nog een beetje overheen. Dan doen we licht zilveren, een lijntje maken onder de wenkbrauw. En een klein beetje in het hoekje hier zo. Zo, we gaan een heel dun lijntje maken, zo net boven de wimpers. Van de HEMA. Hier weg. Gewoon goedkoop, maar goede spullen. Normaal heb ik er nog eentje met een echte dunne lijn, maar die kan ik nu niet vinden. En dan doe ik het zo. Dus we gaan het hier weg. Ja, dun lijntje. Ja, en wat je natuurlijk nooit moet vergeten is de mascara. Die gebruik ik van Essence. Al met het Kruidvat. Ook super goedkoop, maar hij doet het gewoon heel goed. Omdat hij van mij bijna op is. Ik denk toch dat mensen die mascara doen ook gewoon ineens hun bek open gaan trekken. Alsof het dan makkelijker wordt ofzo. De onderkant. En de bovenkant. Ik hou wel van wat lekkere dikke mascara. Volle lengte gebruikt van je wimpers. Ik ga natuurlijk altijd dit soort shit gewoon. Ik zit overal. Oké. Daar zijn deze voor uitgevonden. Nee, niet voor in je oor. Nee. Oké, dit is alles. Dat moet goed voorbereid zijn. We zijn er bijna. Ik doe nog een beetje van deze er overheen. Ik doe het net wat natter en bezorgder aan. Ik hou eigenlijk niet echt van die glamour. Ik heb liever zo'n beauty cream, gewoon alles in één, huppakee, verzorgend. Maar dat je huid toch ook gewoon een beetje kan luchten. Dus als ik naar mijn werk ga, heb ik geen zin om een hele lijn te gaan trekken. En zo. Dus wat ik gewoon doe, is een beetje blush. Hier. Een beetje kleur erbij. Oké. Too much. En wat de rest is
zo veel. Dus. En. Lipstiften. Gewoon een shiny maken als je deze lipgouden kleur hebt. Dan hoop ik niet dat als ik dadelijk in het licht kom dat ik het uitziet als kleur. Maar gewoon kleur. Ik moet echt niet lopen. Zo, we gaan verder met het haar. Daar gebruik ik deze voor. De steltang. Directional rotation. Dus je kan er gewoon een hele mooie slagen en krullen maken. Maar ik heb geen stekker meer over, dus ik trek even mijn lichtje eruit. Het is misschien een beetje creepy, maar dit is de haarborstel die mijn vader altijd gebruikte. Niet vergeten het haar te beschermen tegen hitte. Olie in en dat ruikt lekker ook. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat het... Ik hou van lekkere geurtjes, dus alles moet lekker ruiken. Het was beter dan zeker, kan ik je vertellen. Maar we doen het er gewoon niet. Dag jongens. Hi. Waar zitten we eigenlijk? Op de pier. Pier Zuid. Pier Zuid. Oh, Pier Zuid. Pier Zuid. Toppie. Lekker op de Pier Zuid. Even lekker lunchen. Ja. Ze hebben honger. Dat is een goed idee. Het gaat nou al lang duren. Ja, maar je hebt toch ook geen. Ja, misschien bedoeld. Moeten we daarheen lopen. Ja. Weet je toch niet, er ligt hier geen kaarten. Nee. Kaart. Rond de lantaarnpaal. Ja, je moet wel goed articuleren. De. Gokspijn. De hond danst. Rond. Hond. 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 Rond. De hond danst. Rond. Ja, rond. Hond. Rond. Rond. Ja. De hond danst rond. De hond danst rond. De. Dok. De lantaarnpaal. Nou, vorige keer was het niet zo goed hoor. De hond danst rond de. Lantaarnpaal. Dans rond de. Lantaarnpaal. Lantaarnpaal. Ja! Wow, hier was echt een stuk beter. Heb je geoefend? Anderhalve minuut. Jij bent opgevoed. Opgevoed? Door, ja. Door ja. Een. Ja. Baby. Je been. Jij bent opgevoed door. Een baby. Baby? Baby? Ja, dat is een beetje makkelijk. Ja, en wij zeggen, dat raad je niet. Je bent ook niet aan een baby.
Wat? Je fruit. Vragen? Je fruit. Wat? Wie? Je fruit. Je moet articuleren. Je fluit. Zo vals. Wat? Je fluit. Fout. Je fluit. Fout. Fout. Je fout. Je fout. Wij gehoor fluit. Fout. Fluit. Fout. Fluit. Ja. Je fluit zo vals. Zo. Zo. Je fluit. Je fluit. Zo vals. Zo vals. Zo. Vals. 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 Nee, als een kraai. Als. Als. Een. Een. Kraai. Kraai. Ja! Als. Als. Niet zo hard, niet zo hard. Dat is niet. Een. Een beetje aandoen. Nee. Als een. Nee, woord voor woord. Word je toch niet. Als. Als. Je. Een. Je. Je. Wat? Godverdomme. Je. Kun. Je. Kurk. Je. Kurk. Je. Je. Nee, die zit je. Oh, je. Als je praat. Praat. Paard. Praat. Baard. Praat. Praat. Ja. Als je praat. Hebben. 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 We. Voor. We. Wat? We. Harder. We. Nee, zeg het harder. We. We. Wij. 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 Weg. Wij. Vijf. Wij. Wij. Ja. Oh, wij. Oh, wij. Wij. Ondertiteling. En hoe je die? Onder? Titeling. 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 Ondertiteling. Ondertiteling. Ondertitel. Ling. Ling. Nodig. Nodig. Ja! Eén. Jij? Nee, ik op één. Ik? Op één. Wacht op één. Opeens? Op één. Op eten? Op één. Eén. Eén. Eet. Eén. 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 Wat? Op één. Op. Eén. Paard? Ja. Een paard? Een. Had? Nee. Achter. Had? Achter. Hand. Hallo. Hart. Achter. Een paard. Op een paard. Achter. Voren. Een paard gevoerd. Achter. Zo, ik heb hem echt niet. Ons paard rond. Op een paard. Op een paard. Makkelijk. Kijk niet makkelijk. Rijd niet makkelijk. Het niet makkelijk. Nee, rijd niet makkelijk. Gaat echt niet makkelijk. Nee, helemaal niet. Rijd niet makkelijk. Gaat niet makkelijk. Nee, rijd helemaal niet makkelijk. Was dit een zin? Nee. Voren zitten. Om een paar dagen tevoren zitten. Rijd niet makkelijk. Rent niet makkelijk. Rijd niet. Rijd niet makkelijk. Ja. Ik zag het niet aan. Ah. Oh. Oh. Snel. Nou snel. Nee. We gaan voor de show, babe. Ja? Kies een speler uit jullie team die met gebaren en geluiden duidelijk moet maken wat er op dit kaartje staat. De rest van het team moet raden wat het is. De categorie mag genoemd worden. Nou. Noem eerst de categorie. Handelingen. Handelingen. Jij ook. Zeg, ga ik aan de kooi. Mag geluiden zullen dus ook woorden zeggen. Nee, ja. Geluid.
kom maar even. Nou, zou ik beginnen? Ja. Ja, ja. Plant plukken. Tuinieren. Tuinieren. Grond, zaadjes planten. Zaadjes planten. Zaadjes trekken. Hoe dat? Hoekraten! Ja! Nee, 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 nee. Ja, hoekraten. Ja, hoekraten. Ja, ja. Goed. Ja. De tackle. Ah, nee! Nee! Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk gewoon? Hoe teleurgesteld zijn jullie nou, hè? Ik zou het niet weten wie dit doet. Ja, nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. We praten niet met een andere team, hè? Even, ik heb al een idee. Mr. Bean! Hanga. Oh, even wacht even. Nee. Bijna. Dat is wel. Casanova. Maar hij zat wel in de buurt. Ja. Ja. Want dat vind ik ook een beetje van die Casanova's. Jammer dat ze geen halve pinda's zijn. Was er een acteur dat je moest uitbeelden? Nee, ik ben Casanova. Nee, gewoon een personage. Ja. René van Ginkel. Oké. Okay, dus werk aan de winkel. Geel. Oh. Oh. Maar met een... Moet jij, kan jij dat niet? Nee, doe jij maar. Met een oranje stipje. Nee, dat gaat fout. Maar jij kan dus niet zien wat. Nee. En hij kan er ook niet onderdoor kijken. Nee, hè? Zeker niet. Heb je een vet kruidje? Heb je jongen? Categorie is ding. Ding. Hey, drie. Nee, dat mag je nog niet. Ja. Ja. Nee, ja, poep is klok. Had al een mondje gesteken met 12 weken. Die was 9. Poep. Nee, maar dit telt echt niet. Oké, andere. Dit telt echt. Dit is echt zo fucking wel. Waarom vind je net een goede pizza? Zeg.